Ja. Denk ik toch wel, want wij zijn nu officieel over van het kartonnen bekertje. Ja, ja. Op de officiële porseleinen mok. Ja. Nou, we hebben meerdere mokken gekregen de afgelopen week. Eerst staat bij mij Niels van B. Ik denk dat Baarle te duur was. Of, was er niet, hè? Er staat opgesloten zitten met je collega's. Beter dan thuis zitten. Ja, dit is volgens mij van de escape room. Oh. Ik vind het toch een beetje dubieus dat we nu drinken uit een beker... waar bij mij achterop staat een heel groot kruis. Oh, ja. Ik weet niet of jullie dat hebben. Oh nee, dat heb ik niet. Maar even, we zijn geswitcht ook omdat we anders... Ja, zo hebben we begrepen vanochtend. Rick is erop aangesproken, de regisseur van dit programma. We mogen niet meer in beeld met kartonnen. Dat is van de hoogste baas, hè? Oh, de hoogste baas. 3 overtredingen en je ligt eruit. Zo. Dat is... dan gooien we de bekertjes gewoon aan de kant. Maar jij drinkt nu ook water, zie ik, uit een champagneglas. Ja, maar pakken ze niet. De standaardzorg. Dus als je nieuwe behandelingen wil ontwikkelen... en 1 op de 4 kinderen gaat nog steeds dood aan kanker... als je nieuwe behandelingen wil ontwikkelen, dan is dat onderzoek... en dat wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. En ook allerlei nieuwe behandelingen, experimentele behandelingen... worden ook niet vergoed. En alle faciliteiten die we extra hebben om het verblijf nog enigszins aangenaam te maken bij ons, worden ook niet vergoed. En dat begrijp ik ook, maar daar hebben we wel extra geld voor nodig. Het is heel simpel uit te leggen, als je alleen maar zorg doet, dan doe je morgen dezelfde zorg als gisteren en overmorgen ook dezelfde zorg als gisteren. En dan komt het niet vooruit. Je moet onderzoek doen, want nieuwe behandelingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Dus we hebben heel veel onderzoekers die heel gedreven zijn, zeker als je bij ons in het centrum werkt, omdat je die kinderen ook ziet en de ouders ziet, om nieuwe behandelingen te ontwikkelen. En dat, daar gaan we wel met z'n allen voor. En ja, als je bij ons werkt, moet je echt bloedfanatiek zijn. Er is niet onvertogen voorbij laten gaan. Ik moest bijna weer een traantje wegpinken. Ik moet wel zeggen, als je dan toch een keer helemaal je best doet om rozen te kopen voor Valentijn en voor mensen met wie... Weer een nieuwe editie van... Het Sinterklaasjournaal, journaal met Rob van de Radio. Hallo allemaal, dit zat er allemaal in het Sinterklaasjournaal. Sinterklaas zoekt een naam voor zijn nieuwe stoomboot. En daarom wil ik de kinderen vragen of ze mee willen helpen met het bedenken van een nieuwe naam voor de stoomboot. Enorme chaos op het vliegveld. Veel mensen zoeken daar naar hun cadeaus. Moet echt iedereen aanraden om vooral niet hier naartoe te komen. En op het Pietenhuis werd een omgekeerde Nederlandse vlag gehesen. Dit is een heel verkeerde vlag. Sorry, hoofdpiet. Er zijn veel minder pieten dit jaar. Ook bij Sinterklaas dus, een personeelstekort. Ja, en hoe dit verder gaat, hoor je morgen. Het Sinterklaasjournaal, journaal met Rob van de Radio. Maar het is erop getypt, zeg maar, een bedrukt kaartje. Je dat weet wel wie. Persoonlijk. Ja, vond ik ook stom. Je weet wel wie? Ja, je weet wel wie. Je hebt een bos bloemen gekregen. Met daarop je weet. Maar even over door te praten met een autowas-expert. Dat is Tim Struis. Hij is van carclean.com. Tim, goedemorgen. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Ja, Rick, die zijn auto nu al in 5 dagen tijd 5 keer door de wasstraat heeft gehad. Is dat slecht? Is dat goed of slecht? Ik hoor het, ja. Ja. Als je er blij van wordt, moet je het vooral blijven doen. Maar er zitten wel wat risico's aan vast. Oh, vertel. Nou, kijk, stel je voor dat iemand met een mooie, grote, gifgroene jeep... vol zand en modder voor jou in die rij staat. Ja. En jij rijdt daar achteraan. Ja. En dan hoor je wel eens, ja, maar deze wasstraat, jongens, deze wasstraat heeft van die lappen. En die lappen, die krassen niet. Ja. Je kent het verhaal, toch? Ja, zeker. Ja. Lappen van die... Nou ja, er zit wel een kern van waarheid in. Want die krassen, die lappen zelf, die krassen inderdaad. Maar dat zand en al dat modder wat van die mooie grote jeep af is gekomen, dat zit nog steeds wel aan die lappen. Oh. En die lappen die slaan vervolgens tegen jouw lak aan. Yeah. En daar wordt hij op het moment zeker dat je hem er 5 keer doorheen hebt gehaald, niet heel erg blij van. Oh. Dus je bent hem dan eigenlijk aan het schuren in plaats van aan het wassen? Een beetje wel. En in eerste instantie zie je dat niet. En na de tweede en de derde en de vierde en de 5e keer misschien ook niet. Ja, maar als je die 36 euro eruit wil hebben. Ja, na een keer of 10, ja, dan heb je toch wel een beetje dat als je hem in de zon zet, dat je denkt, nou, toen ik hem net had opgehaald, zag hij er toen wel iets beter uit. Je krijgt een beetje
nou ja, een wat mattere laag kan je er overheen krijgen. Ja, en van die spinnenwebkrasjes die je in de zon wel ziet, maar in de schaduw niet. Maar zeg jij dus eigenlijk dat je op het moment dat je aansluit in de rij bij de wasstraat, moet je kijken welke auto er voor jou staat? Ja, of je moet eerst eventjes zelf door die wasstraat heen wandelen, eventjes aan die lappen voelen of er nog zand aan zit van je voorganger. Ja, precies. Oké. Maar okay, dat is iets om rekening mee te houden. Maar ik zie ook wel eens, je hebt ook in Utrecht bijvoorbeeld heel van die hoge drukboxen, weet je wel? Dat je zelf... Ja, zelf moet spuiten. Ja. Heeft dat zin dan? Ja, dat is wel beter. Kijk, het is wel belangrijk dat als jij je auto gaat wassen, dat je dat wel op een goede manier doet. Je ziet, A